Het optreden van de politie tijdens Bagua had beter gekund. Dit zegt minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Hij reageert hiermee op het politieoptreden afgelopen maandag, toen veel mensen tijdens de Bagua-viering de COVID-maatregelen aan hun laars lapten. Amoxie vindt dat de politie eerder informatie moest inwinnen, zodat er op tijd kon worden opgetreden. Eenmaal ik over de politie praat, wil ik bij deze vandaag elke politievrouw en elke politieman oproepen van hieruit. Wil ik die oproep doen. Dat we zijn geroepen, ze zijn geroepen. Ze hebben een eed afgelegd om de gemeenschap te dienen. En bij deze wil ik ze oproepen. Ik ben zelf ook politieman geweest. En ik weet wat het is om een politieman te zijn. En de taak die op ze is gelegd, is om de gemeenschap te beschermen. De afgelopen tijden hebben we beroepingen gehad, verschillende beroepingen. Er zijn geldbedragen weggenomen, maar ook het menselijk leed. Weet je, die de slachtoffers moeten meemaken. Dat veroordelen we, dat veroordeel ik. En ik wil echt het volk beschermen tegen de verkeerscriminaliteit, tegen de beroepingen, tegen de inbraken. En binnen niet al te lange tijd, de crosschef heeft me die garantie gegeven dat hij nog deze week gaat beginnen met een criminaliteitsbeheersingsplan. Ook voor het verkeer. En de komende dagen ga ik ook langs de verschillende politiebureaus om de mensen te motiveren. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Hij is zich ervan bewust dat we een moeilijke tijd doormaken. Daarom ziet hij graag dat de politie het volk beter beschermt.